Dit is een bericht van de Nederlandse overheid. Attentie aan alle gamers! Wij van de Nederlandse overheid hebben besloten om mee te doen met Amerika. Uit betrouwbare bronnen hebben wij vernomen dat president Donald Trump bezig is om ons te verlossen van alle geweld in videogames. Wij Nederlanders kunnen hier natuurlijk niet bij stilstaan. Dus laten we deze discussie, die al eerder is gevoerd in 1993, nog maar een keer opnieuw voeren en waarschijnlijk bij dezelfde uitkomst komen. Vandaag geven wij u betere alternatieven dan het spelen van videogames, aangezien elke videogame in de wereld gigantisch gewelddadig is. Dus laten we een kijkje nemen welke dingen wij voor u hebben voorbereid. Allereerst stellen wij voor dat u het videogedeelte uit videogames weghaalt. Ga voor de lol een leuk bordspelletje spelen, wat niet alleen leuk is voor jezelf, maar ook voor de kinderen. Bijvoorbeeld Dr. Bibber, een spel waarbij je een man zijn lichaam moet opensnijden en vervolgens meerdere spullen uit zijn lichaam moet halen. En elke keer als je de metalen randjes aanraakt, schreeuwt hij het uit van de pijn. Of als u toch per se uw entertainment van het beeldscherm moet afhalen, stellen wij voor dat u naar Netflix gaat en een leuke film gaat kijken. Wij kunnen de James Bond films heel erg aanraden. Films waarbij James Bond op missies gaat, gemene mensen doodschiet en aan het einde seks heeft met een mooie dame. Of misschien vindt u het leuker om een boek te lezen. Wij kunnen de Harry Potter boeken van J.K. Rowling sterk aanraden. In deze boeken volg je het jochie Harry, die in de toverwereld naar school gaat. Hier krijgt hij op zijn 11e een toverstok, die de mogelijkheid heeft om Avada Kedavra te gebruiken. Een spreuk waarbij je mensen in één klap kan vermoorden. Tijdens zijn tijd op school leert hij heel veel mensen kennen, zoals Voldemort, die niets liever wil dan hem vermoorden. Of wat dacht je van de gekke grote slang, die hij met een zwaard door de hersenen heen boort? Maar wat nou, als bordspellen, films of boeken helemaal niks voor u zijn? Nou, dan kunt u ook nog een kijkje nemen op social media. Social media, zoals Twitter of YouTube, die heel erg veilig zijn voor uw kinderen en uzelf. Als u ons wil supporten, dan gebruikt u de hashtag GameOver, waarmee wij de gewelddadigheid die videogames ons brengen, kunnen stoppen. Wij hopen dat u zo inziet dat er een alternatief is voor gewelddadige videogames als vermaak. Laten wij op deze manier een mooiere toekomst opbouwen zonder gewelddadige videogames, waarin kinderen zonder zorgen, zonder gewelddadigheid kunnen opgroeien.